vervangen door nummer 12, Jeroen Appetans. Dames en heren, welkom op de persbabbel na de wedstrijd die met Waasland Bever gewonnen is met 3-0. En bij ons de bezoekende trainer, ik ga met u beginnen, meneer Nassen. Goedenavond, welkom op de Vreetiel. 3-0, dat is een zware klap voor jullie. Was het een terechte overwinning voor Waasland Bever? Ik denk dat de overwinning wel terecht was. Ik vind dat de uitslag misschien niet de waardeverhoudingen juist weergaf. Ik vond dat de wedstrijd inderdaad niet slechter kon beginnen voor ons. Dat we alweer een keer te naïef verdedigden op een stilstaande fase. Ik vond voetballistisch gezien vond ik ons beter voetballen, goed combinerend. Maar niet echt kansen afdwingend. Eén keer Naïmana in het begin had beter voorgezet voor de Smet die daar moederziel alleen stond. En één betwistbare fase die ik graag opnieuw wil bekijken. Waarbij Naïmana de bal aanneemt, verlengt en dat hij dan een duwtje krijgt. Goed, ik ga daar geen verdere uitspraken over doen. Soms... In het heetst van de strijd ga je bepaalde dingen zeggen die je daarna moet intrekken. De tweede helft hebben benadrukt liever dat we op dezelfde manier moesten verder gaan. Combinerend, de juiste opening vindend. Maar zeker na de uitsluiting van Jacobs vond iedereen het moment aangekomen om zelf die beslissende paas te geven. En vergaten we te voetballen. Bever daarentegen, of Bever Waasland moet ik nu zeggen, kregen zelfs nog de betere kansen. Maar... Het zere punt is uiteraard dat wij 3 doelpunten pakken meer op een stilstaande fase waarbij te naïef wordt verdedigd. Daartegenover staat dat wij ook wel vrij vele vrije trappen of centers hebben gekregen, maar wij doen daar niks mee in tegenstelling tot Bever Waasland. En ook talloze 4, 5, 6 mogelijkheden van op de 16 meter waar er vrij kan getrapt worden. Een gekraakte bal, daarnaast, daarover. Ik bedoel, daar moeten we veel, veel meer mee gaan doen in de toekomst om echt gevaarlijk te kunnen zijn. Maar ik vind, uiteraard verdient Bever Waasland die overwinning. Ze hebben een atletische ploeg. Weet ook dat Gommans daar nu bij is, die ook een balletje kan doorkoppen. Maar ik vind wel dat onze jonge gast van Herberg daar schitterend heeft tegen gespeeld. Maar nogmaals, samengevat, stilstaande fases hebben ons vandaag de nek omgedaan, onze eigen fout. Zowel offensief als defensief. En vandaar denk ik wel dat... Bever Waasland die overwinning vandaag ook verdient. Ja, jullie hebben een hele mooie start gehad van het seizoen. Wat is eigenlijk de ambitie van Tienen? Ik had op jullie site gelezen dat Tienen enorm had ingekocht. Dat weet ik veel allemaal. Nee, wij hebben niet de mogelijkheden zoals vele ploegen. Wij doen het met veel jeugd. Dat is ook voor een trainer ook een dankbaar feit. Maar dan moet je ook de nadelen erbij nemen. Op het juiste moment de juiste keuze maken. Het leep vrijlopen. De ruimtes goed benutten. En daar hebben we nog heel veel werk voor de boeg. Goed, maar... Ik denk dat het doel mag gesteld worden een vrij rustig seizoen spelen in de buik van het klassement. Dan hebben we goed gewerkt, denk ik. Ja. Oké, en dat zal wel lukken. Jullie zijn een gevestigde tweede klasser. Alle succes nog, Daniel Nassen. Dirk Gerard, het is weer al feest op het Vreetiel. Ik krijg hier al een teken. Normaal moet de moderator
Ja, Daniel, corrigerend is Waasland-Beveren. Maar ik trek mij dan niet aan. Zo. Voor mij is het, ik bedoel, of dat nu omgekeerd is, of ik ben content met de naam. Kan er, het is de ploeg van Dirk Gerard. En ik ben hier tot nu toe nog altijd trainer. Het is feest in die zin dat wij niet een superwedstrijd spelen. Het is nooit gemakkelijk spelen tegen tienen. En iedereen steekt zich dan een beetje weg achter de organisatie en het goed verdedigen en dergelijke. Maar dat is ook de verdienste van de coach natuurlijk, die zijn spelers op die manier op het veld kan brengen. Waardoor, het is altijd een compliment voor de coach als de tegenpartij altijd klaagt over de goede organisatie bij de tegenpartij. Vandaag was dat opnieuw het geval. In de eerste 20 minuten zochten wij vaak de lange bal die niet goed aankwam. Waren niet alert genoeg op de tweede bal. Hadden het moeilijk zonder kansen weg te geven weliswaar met de lopende middenvelders en ook met de flankspelers. In de tweede helft hebben wij geprobeerd ander voetbal te brengen. Meer combinatievoetbal. Maar dat werd heel snel teniet gedaan door de tweede kaart voor Steven. Ik weet nog altijd niet goed waarom. Want in zo'n wedstrijd vind ik het niet nodig om met kaarten te gooien, want er zijn heel weinig fouten gemaakt. Als aan de rust ook nog de twee kapiteins van de ploeg, van de ploegen, moeten bij de scheidsrechter gaan om opmerkingen te krijgen van nog ene keer en iedereen krijgt de gele kaart, dan zeg ik van, is dit wel nodig? Was dit zo'n veldslag? Misschien wel, maar ik moet ook de beelden een keer herbekijken. Ik had niet zo'n gevoel. Het was een wedstrijd met een gezonde dosis agressiviteit. Maar nu tot daar, het is gebeurd en daardoor mankeren we Jacobs wel volgende week. Dat is jammer. En ik vond ons beter voetballen, ook dan vanuit een goede organisatie. Omdat de tegenstander, zoals mijn collega, zoals Daniel zegt, van ja, iedereen had zijn moment, zijn moment om te lopen met de bal en niet snel genoeg te spelen. En dan zijn wij eigenlijk weinig in de problemen gekomen. En dat wij het dan afmaken op die manier, op een stilstaande fase of niet, dat doet alleen maar plezier. Dat geeft aan dat de vrucht van de arbeid is. Ja. Want opvallend, het zijn opnieuw 3 doelpunten uit een stilstaande fase. Trainen jullie daar speciaal op? Nee. De jongens zijn creatief genoeg om daarmee om te gaan. Weten wat dat ze kunnen en niet kunnen. Dit is puur toeval. Nee, het is niet waar. We trainen er wel op, ja. Ik bedoel, dat mag je eigen leven gaan leiden. Om duur is het van Waasland-Beveren is enkel de club van de stilstaande fases. We hebben ook een paar goede kansen gecreëerd. En Christophe Snelles krijgt 2 keer de mogelijkheid om op een actiefase, om de wedstrijd dood te doen. En de bal strandt een keer op de deklat en net op de keeper. En dan nog een omhaal van Bourabia, die dan op de goede plaats voor de keeper valt. En dan ook nog een claim voor een strafschop, al dan niet, weet ik niet, zit veel te ver af. Dus ik denk dat de overwinning zeker niet gestolen is, maar ik kan wel begrijpen vanuit de situatie van de tegenpartij dat die cijfers zwaar zijn. En dat was ook niet het geval. Het is niet dat Tienen hier met de billen bloot gaat, want ze hebben echt wel heel goed weerwerk gegeven. En ik zeg het is een ploeg die veel zal verrassen dit seizoen. Spencer, 3-0 win, we doen onze thuisreputatie terug eer aan door te winnen. Maar na die rode kaart van Jacobs wordt het wel een beetje moeilijker. Ja, we hebben juist de 2-0 gemaakt, denk ik, daarvoor. Dus we hadden wel een beetje geluk op dat gebied. Maar oké, ik denk dat de jongens niet echt veel kansen hebben gehad na die rode kaart. Een paar afstandsschoten vanuit de tweede lijn. Maar voor de rest hebben we ons goed recht gehouden, denk ik. En hebben we nog 3-0 kunnen maken en dat was een match gespeeld. Dus weer al, zoals de trainer zegt, 3 keer gescoord met het hoofd. Trainen jullie er speciaal op? We trainen er wel redelijk lang op in de week, dus sommige spelers vinden het niet meer zo plezant. Allee, niet meer plezant. Het duurt lang, maar het is zijn dingen natuurlijk. Hè. Het is een effect en oké, als wat. Dat is een verdienst van een trainer en een technische staf dat we daarop veel kunnen scoren. En dat bepaalt onze matchen wel. En hoe zit het met de fysieke paraatheid van de groep? Die is goed. We hebben een beetje pech gehad in de voorbereiding met veel blessures. Dus we hebben veel trainingen moeten overslaan, zeker op conditioneel gebied. Maar ik denk dat we nu echt wel gegroeid zijn naar een niveau. Alleen we hebben eigenlijk vanaf Heist, tweede helft, we beginnen groeien naar ons niveau. En qua conditie telt dat ook zo. Dus ik denk dat we zeker de competitie conditioneel goed kunnen aanvangen. Volgende week naar Antwerpen, een beetje een speciale match voor jou? Ja, dat is voor mij een heel speciale match natuurlijk. Hè. Dat is de eerste match dat ik bekijk op de kalender. En zoals het er nu bij Antwerpen aan toe gaat ook. En in de oproep in de kranten zal het er van de week wel een bak zijn. Dus dat zal wel speciaal zijn. Ja.